Hey. Jij daar, wil je ook Redstone leren? Ja, in deze aflevering video serie zal ik jullie laten zien hoe je een werken met Redstone. En dan zal ik jullie, dus we zullen allereerst beginnen met het maken van deze mooie wereld. Dus vliegen we daar maar in. Allereerst klik je op Create World, dan geef je je wereld een mooie naam. Redstone. Perfect. Klik je op Creative More World Options. Super flat. Customize. Presets. Redstone Ready. Use preset. Dan. Create New World. Dan klik je daarop en je hebt je magische Redstone wereld. Nu zit je normaal gezien in een mooie zandsteenwereld met een aantal laagjes diep. Hier moet je even niet zorgen om maken, daar ben ik even mee bezig voor later. Dat jullie het misschien nog kunnen gebruiken als Redstone wereld ding. Dus allereerst, voor we gaan beginnen, typen we in / game rule. Dit hoeft trouwens niet, maar is wel handig. En dan doen we doe day night cycle, klik je op false. Dan gaat het altijd dag blijven. Of als je het op time set, midnight set, dan blijft altijd middernacht en gaat het niet ineens random dag worden. Nu, we willen er ook voor zorgen dat als je het dan op nacht wordt, zet niet heel de wereld voor mob staat. Dus wat doen we dan? / game rule do mob spawn. Do mob spawning, doe je dan false. Dan gaan er niet automatisch mobs beginnen spawnen. Jij moet er dan zelf inspawnen, maar de mobs die je inspawnt gaan dan ook niet verdwijnen. Zoals in, dat je dat zou doen in Peaceful. Dus nu je klaar bent voor de redstone, zal ik jullie even een kleine dingen laten zien van in de inventory. Jij hebt hier een mooie redstone tab. Je klikt erop en je ziet er mooie redstone in staan. Je denkt misschien van, waarom staan hier deuren en zo in? En dit. Wel, je kunt redstone ermee gebruiken. Dat is de enige uitleg die ik dat kan geven, terwijl het echt nergens op vraagt, aangezien dat je een cauldron ook kunt gebruiken voor redstone. En die is zelfs nog handiger dan iets, of dat doet letterlijk hetzelfde. Dus, je hebt hier je redstone tab. Wat je hier kunt terugvinden zijn de dingen die je kunt met poweren. Lever, buttons, dingen, deuren, redstone. En alle dingen met redstone te maken. Dan heb je powered rails en dingen die iets met transport hebben te maken, staat onder transportatie. Dan ga ik jullie nu eventjes een snelle uitleg geven, een heel korte uitleg geven over alle dingen die je kunt vinden. Dan beginnen met redstone. Zoals je kunt zien, je hebt zo'n kruis of je klikt erop en zo. Trouwens, als je deze texture pack wilt met de smooth redstone of met de nummertjes, dan kun je in Vanilla Tweaks website resource packs en daar kun je die tussen vinden tussen utilities, denk ik. Maar alleszins, waarom zou dit handig zijn? Wel, als je dit powert, dan kun je zien, dat kan misschien wel handig zijn. Wat ook handig is aan de redstone is, dat je die zo kunt uitleggen. Dat is eigenlijk waarvoor dat redstone eigenlijk dient. En dan kun je hier een lamp zetten. En als je redstone source dan hier hebt staan, kun je die zo helemaal naar hier sturen. In plaats van dat je echt per se hier zo. Je hebt misschien gezien dat er bij mij nummertjes op staan. En hoe verder je gaat, hoe donkerder de kleur wordt. Wel, je begint met redstone power van 15. Per blok dat het travelt, gaat het power een beetje omlaag. En uiteindelijk komt het uit op 0. 0 kun je niet meer gepoweren. 1 wel nog. Stel, je wilt het toch verder doen. Redstone repeater. Je zet je redstone repeater daarachter. En je hebt terug een mooi level van 15. Dan kun je terug verder dan 15 blokken lang. Je ziet misschien stokjes. Wel, als je hier een aantal achter elkaar zet, kun je zien waarvoor het dient. Hoe meer de stokjes van elkaar afstaan van de originele, hoe langer het duurt. Dan hebben we de redstone torch. De redstone torch is eigenlijk een soort omgekeerde ding van redstone. Je powert het uit, je powert het niet, het gaat aan. Het is ook zeer speciaal in de vorm van, als je het ergens opzet, powert het die blok waar het op wordt gezet niet, maar alle blokken er rond wel. Dus dat betekent, dat wordt gepowered en aangezien je dan omgekeerd hebt, ga je zoiets hebben. Je kunt de redstone dan ook torch hier staan zetten.
En zul je zien, als dat is gepowered behalve die, en dan weer hetzelfde. Dus dat is eigenlijk wel handig voor het geval dat je wilt hebben dat hier een lamp staat. En dan wil je zo dat dat omgekeerd is van... Ja, je weet wel. Dan hebben we de redstone blok. Het is een blok dat redstone afgeeft. Je kunt het bewegen met pistons, dat is waarschijnlijk waardoor het heel handig is en het zeer gemakkelijk is om te gebruiken. Voor de comparator, het vergelijkt signalen, maar daar moet je je nu nog geen zorgen over maken. Hetgeen waar het meest voor gebruikt wordt is als je een chest hebt, zie je naar de gelang van hoeveel items dat erin zitten. En dan hoe meer items erin zitten, hoe sterker het signaal wordt en dan tot het helemaal vol zit. En dan zit hier achter mijn signaal van 15. Oh. Dan hebben we de pressure plate, vrij welsprekend. Je stapt erop, powered. Je stapt er niet op, unpowered. Dan heb je nog verschillende soorten pressure plate. Daar gaan we ook later over praten. Dan heb je een button, je drukt in, drukt uit. Vrij simpel, power aan, power uit. Dan heb je redstone lamp. Dan heb je de lever. Je flikt die, gaat aan, blijft aan, je kunt die terug en dan gaat die uit. Dan heb je de lamp zelf, als je power geeft gaat de lamp aan, maar ik denk dat jullie dat nu al door hadden. Dan hebben we de meest iets moeilijkere om te begrijpen, maar wel de meest leuke. De piston en de sticky piston. Je kunt ze poweren, gaan ze zo en dan zo. Wat is er verschil er nu tussen? En de speciale raam. Ze kunnen heel veel blokken pushen, maar uiteindelijk zul je zien... Vanaf er 12 blokken boven de piston staan, gaat die niet meer poweren. Nu, wat is het verschil nu met de sticky piston en de piston? Dat is dit. Als je hier een blok op zet en je powert die, doe die terug, blijft daar hangen. Met de sticky piston, doe die terug en die komt mee terug mee. Maar als je nu meerdere blokken hebt en je doet die, en terug zul je zien alleen de blok die hier aan hangt, blijft hangen. Daar hebben we de sticky piston, de slime blokken voor. Je kunt er slimeblokken opzetten en je zult zien, ze gaan mee en op. Dat komt omdat ze allemaal aan elkaar blijven plakken. Wat er ook handig aan is, je kunt er blokken tegen plakken en die gaan ook gewoon mee. Dus dit is exact 12 blokken, dit kan die nog wel pushen. Maar als zij nu hier nog een rij extra aan willen hangen, zoals je waarschijnlijk al had verwacht, gaat niet echt werken. Wat kunnen we dan doen? Honey blocks. Dit is zogenaamd hetzelfde als slime blocks, ongeveer. En... Het handige hieraan is, het stikt niet aan slime. Dus je flikt het en je kunt gewoon zo. Dan kun je als je wilt gewoon met zo. En dan heb je eigenlijk hetzelfde. Dan nu het transporteren van items. We hebben de hopper, de dispenser en de dropper. De meeste van jullie weten waarschijnlijk wel wat de hopper doet. Je smijt er een item in, wordt opgezogen, blijft erin zitten. Je kunt er een rijtje mee maken. En dan kun je zien die deurtjes eruit steken. Kun je zien naar welke kant het dan gaat. En dan drop je een item. Komt het hierin terecht. Nu, wat in vredesnaam is het verschil tussen de dispenser en de dropper? Buiten het rare gezichtje. Stel, je hebt een flint en steel. Je steekt die in allebei. En als je ze powert... Oh nee. De dropper heeft het item gewoon gedropt. Daarvan de naam. En de dispenser gebruikt het item. Pas op, dat werkt niet met blokken of zo. Dan dispenst hij die wel gewoon terug. Maar wel met water of... iets van buckets of zo doet hij daarmee. Shears op schapen. En nog allemaal andere dingetjes, maar dat ga ik nu niet uitleggen. Dan hebben we ook nog de observer. Als je die neerplaat wil zien, een rode poep. Hier heb je het gezicht. Nu, wat doet dat? Als je nu hier hebt gezien, het gezichtje kijkt naar de blok ervoor. Vanaf die ziet dat er een update mee gebeurt, zal die een signaal doorgeven. Dus ook als je een deur hieruit staat, en je opent die, zul je zien, het licht gaat aan. Uit, aan, uit, aan. Daarmee kun je dus ook een volledige observerlijn maken. Want die eerste ziet
Die eerste ziet van, oh, er gebeurt er iets. Dan ziet die tweede, oh, er gebeurt hier iets. Aangezien dat die net een update gegeven heeft. En dan zo voort. Dan, als je dan ziet, ting, ting. Dus dat is ook vrij handig. Je kunt ook gewoon een redstone lijn pakken als je wilt. Maar dat hoeft niet per se. Dan hebben we nog de rest van de vreemde redstone. De lectern. Die zou weer niet eens moeten inzitten in de redstone. Het enige wat die doet, je kunt er een comparator output van, een comparator achter zetten. En hoe meer bladzijden je hebt gelezen uit het boek, hoe groter signaal er van achter komt. De target block is gigantisch handig. Stel, we pakken een redstone. Je schiet hier tegen met pijl en boog bijvoorbeeld. Floemp, en dan zul je zien hoe dichter je bij de bullseye zit, hoe groter signaal. Dus dan kun je vanaf ver zo 15, recht in de bullseye. En dan wat mis en dan 2. Maar dat is niet waarvoor wij redstoners het gebruiken. Het handige hieraan is dat. Het redirect redstone. Wat dat betekent is ook als je bijvoorbeeld een lever of iets anders van een redstone ding pakt dat een output kan geven, dan zul je zien dat het daarmee gaat verbinden. Waar kan dit handig voor zijn? Stel, je hebt hier allemaal pistons. Die kunnen geen signaal aan dit geven, dus dat gaat niet connecten. Maar vroeger moesten wij dus altijd zo en dan repeaters en dan konden wij dit nu pas poweren. Oh, niet zo. Klik, klik. Maar nu kunnen wij gewoon dit doen en dan. Dan hebben we de trap chest. Je ziet aan de trap chest, hier zit een rood laagje. Wat dat laat zien is, dit opgepast. Dit is een trap chest. Wat is er nu opgepast aan? Zoals je kunt zien, het powered is met wel signaal 1. Dus je gaat er best misschien een repeater achter moeten zetten om het deftig te kunnen gebruiken. Maar je kunt er gewoon een signaal van pakken als je de trap chest opent. Wat je ook kunt doen is hier TNT achter zetten en nu we het toch hebben over TNT. Waarom zit dat hierin? Gewoon als je het powert, gaat TNT af. Maar nu gaan we het even veilig houden, deze keer wel, en gaan we eventjes. Dan hebben we nog de noteblok. Trouwens, misschien zoals je hebt gezien, deze texture is niet goed hoort te zijn. Deze texture is ook van Vanilla Tweaks. Wat dit laat zien is hoeveel keer je erop hebt geklikt en welke noot dit eigenlijk is. Dus dan kun je hier gewoon mijn muziek en mijn Minecraft geluid werk blijkbaar niet. Sorry daarvoor. Maar alleszins, ik krijg het niet gefixt. Je kunt dan je dingen zetten als je dan in Survival gaat en je tikt erop. Je hebt de muziek. Als je het powert kun je ook. Tadaa. Dan hebben we de Daylight Sensor. Die het twee versies ervan. Eentje met geel en eentje met blauw. Als het geel is, dan geeft het is zon. Dus ik geef signaal. Als het blauw is, dan detecteert hij het is nacht. Dus signaal. En als ik deze, het is geen dag, dus geen signaal. Dan zul je ook zien hoe meer het naar noon is of naar dingen, hoe groter het signaal is van de dat die output. Dan hebben we nog de lighting bol rot. Je kunt een redstone aanleggen. En dan zul je zien als er bliksem instaat. Een signaal. Daar kun je natuurlijk ook grappige dingen mee doen. Dan zul je zien. Die powert daar en dan daar powert de pissen. En dan hoe meer drie tanden erop staan. Kun je wel zien wat je ermee kunt doen. Dan hebben we nog de tripwire hook. Zoals je kunt zien, je kunt de tripwire hooks hier opplaatsen en ze doen niks. Je hebt string nodig. Je legt ertussen. Vanaf er twee verbonden zijn, zullen jullie zien. Zul je ook zien, als je erover loopt, gaat er dat snaveltje zo. En dan kun je daar ook, zoals alle anderen, een gewoon signaal van pakken. Doek, doek. Wat er leuk aan is als je dit breekt. Wieeuw, 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 alarm. Nu, als je dit met shears doet, undetected stel extra punten ding. Maar dan komt de video op zijn einde. Vond je nu dat deze video leuk was? Vergeet dan zeker niet naar de
beneden te gaan en in de... Oh, ik ben mezelf kwijt. En in de reacties achter te laten dat je dit leuk vond. In de volgende video's ga ik ook meer uitleg geven over elk specifiek ding en huiswerk en la 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 la. Maar dat is iets voor vandaag. En dan heb ik maar één ding te zeggen. Dag.